Hi, hi, stier. Leuk je kijken in de korte week horoscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 30. En dat is van maandag 23 juli tot en met zondag 29 juli. Als ik de kaarten schud om te kijken wat week 30 voor de stier in petto heeft. Heb ik erbij de volgende kaarten. De 8 van bekers. De 9 van pentagrammen. En de 2 van pentagrammen. Het is een week waarin je voor jezelf misschien begint met een fase waarvan je eigenlijk ergens van weggelopen bent. Je hebt iets afgesloten waar je het voor de rest niet meer over wilt hebben en waar je gewoon eigenlijk achter je laat en verder gaat. Het is ook niet zo dat je ervan geleerd hebt, dat je er iets mee wilt. Nee, je wilt gewoon even afsluiten, niks over horen en doorgaan. Dit werkt zeker op de korte termijn heel goed voor jou, want omdat je het even achter je laat, kan je echt weer verder en heb je het gevoel dat je dingen weer wat makkelijker in evenwicht kan houden. Je bent tevreden met wat je hebt en je hebt echt het gevoel dat je het juiste hebt gedaan en dat je gewoon weer lekker door kunt gaan. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor heel graag wat je ervan gevonden hebt. Dat kan natuurlijk in een persoonlijk berichtje, maar ook in een berichtje hieronder. Ik wens je sowieso een hele fijne week en hopelijk zie ik je volgende week weer terug.